En Verona, wat een zure nederlaag zo. Ja, zeker. Als je een goal in de laatste minuut tegenkrijgt, is het altijd zuur. Maar al met al kunnen we tevreden teruggaan naar een goede pot. Maar ja, we hebben helaas niks. Henk, ik kan me voorstellen dat je enorm baalt, want je wil graag vijfde worden. Vlak voor tijd sta je virtueel vijfde en dan gaat het toch nog mis. Ja, dat is zeer balen, of niet? Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Vooral de manier hoe. Ik denk dat je er alles aan moet doen om sportief je sportieve zaken uit te voeren. Maar ik denk dat het ook moet zijn dat we als Nederlanders broodvoetballers moeten zijn. Ja? En in de laatste minuut ga ik de bal niet meer weggeven. Dus dat heb ik ook aangegeven. Daar moeten we van leren. Als wij dadelijk in Europees verband dit soort zaken ook gaan doen, ja, word je meedogenloos afgestraft. Dus daar ben ik wel pissig over. Die bal hoef je niet terug te geven. En natuurlijk zullen alle mensen mij weer onsportief vinden. En natuurlijk zullen allerlei mensen hier gaan lopen fluiten. Maar ik denk dat ze dat andersom ook zouden begrijpen als hun ploeg dat zou doen. Dus ik vind dat dat hoort bij topsport, dat je in die fase de bal niet meer weggeeft. Extra zuur is dat nog ook zijn tegenstander scoort. Ja, de trainer heeft natuurlijk daarin gelijk. We zijn soms veel te lief, veel te aardig. En het moet gewoon veel beter. Die bal moet gewoon over de zijlijn misschien. En het zijn kleine dingetjes waar we aan moeten werken. Dus het is een wijze les voor ja, voor ons. Ik denk dat als er een ploeg verdiende te winnen, waren wij dat. Ik denk in de eerste helft en zeker in de tweede helft, de beginfase, kregen wij de kansen met Milot, met Adnane. Ik denk dat wij, als je kijkt naar de 100% kansen, dat wij de betere kansen hebben gehad. Ja, daarom eigenlijk hadden we het zelf in handen. Maar als je het niet afmaakt, dan komt hij vaak aan de andere kant. Maar extra zuur dat de laatste minuut is. We hebben 4-4-2 gespeeld in de eerste helft. Tot een kwartier of zo voor tijd speelden we nog steeds 4-4-2. We verloren alleen in die fase wat meer grip. Utrecht werd sterker, schakelden we naar 4-3-3. Toen kregen wij weer grip, kregen we ook nog wat mogelijkheden. Dus ja, daarom ben ik er wel ziek van. Omdat ik denk, ik ben heel reëel. Als wij een wedstrijd verliezen, de tegenstander is sterker. En dit is een tegenstander die een uitstekend seizoen heeft. Dan kan ik daarmee leven. Vandaag heb ik er iets meer moeite mee, omdat ik vind dat wij zeker niet de mindere partij waren. Sterker nog, ik vind dat wij nogmaals de beste kans hebben gehad. Aan de andere kant, als je kijkt wat op alle andere velden gebeurt, verrassende uitslagen, is die vijfde plaats dus nog steeds goed haalbaar. Ja, kijk, ik ga ervan uit dat Utrecht de volgende week het rustig aan gaat doen. Die moeten de play-offs in. Dus dit was de kans en ik ben bang dat we hem vergooid hebben. We focussen ons weer op de volgende wedstrijd. Vandaag helaas moest het zo lopen, maar we gaan weer verder.